Welkom bij het Gebruikgeluid. Vandaag hebben we over Pasen. Wat vieren we met Pasen? Dan gaan we lekker soep eten. En dan gaan we paaseieren zoeken. De meeste kinderen weten het als als de paasaas die paaseieren stopt. Eieren en paasen staan voor het symbool voor nieuwe leven. Ik heb nog nooit paaseieren gezocht. Het paasen is De grote mensen vinden het vaak als... Dan kennen ze het verhaal van Jezus vaak. Pasen vieren we dat Jezus is herrezen. Met Goede Vrijdag is Jezus aan een kruis gehangen. En met spijkers in zijn armen, in zijn polsen en in zijn voeten. Dan had hij allemaal van die prikkels om zijn hoofd heen. Ze hebben hem gedood en doordat ze hem zoete water hebben ze hem dood gemaakt. Zoete citroenen, ja, dinges. Toen bracht ze naar de god en toen werd hij een andere dag wakker en toen ging hij uit de god. Waarom is die grote steen weg? Het is toch heel zwaar? Hij was ontsnapt en ging naar de hemel. Hij was denk ik wel dood, alleen dan is hij een beetje in de gedachten bij je. Dit was het Gebruikgeluid.